alles waar ik zo van hou. De vrouwen zijn hier goed gebouwd, dat is wat me bezighoudt. Welkom in het land van Sven Tybolt. Welkom in het aardsparadijs. Oh god, mannetjes toch. Welkom in het land. Ja, die is toch ook verbeterd met de jaren. Welkom in het feestpaleis. Dankzij Clouseau, en ook omdat wij 3 jaar de voorprogramma's hebben mogen doen van het management van Clouseau, het is eigenlijk Leopold III geboren. Betaal hier met de glimlach, meer wordt er niet gevraagd. Maar weet u, als dan bijluik, dan werd de prijs verlaagd. De Sventies spreken Sventies, dat is volstrekt normaal. En wie het niet gewend is, gebruikt gebaren taal. Welkom in het land van Sventybolt. Welkom in het aardsparadijs. Ja, ja. Welkom in het land van Sventybolt. Welkom in dit Ik heb niet. Er was natuurlijk ook geen show bij, hè? Ja, tuurlijk. Ja. Ik wist elke camera op elk moment, close, medium, de voeten uit, een beweging. Ik wist dat allemaal. Ik nam ook de decoupage erbij. Ik was een van de weinigen blijkbaar die dat vroeg. Van ja, de decoupage, en ik ging dat bekijken. Camera 3, camera 6, de kraan daar. En ik wist dat, en dat was voor mij dat spelletje. Mocht u soms gaan dromen over het land van Sven Tybolt, vraag dan onze koning waar hij Paula vond. Welkom in het land van Sven Tybolt. Welkom in het aardsparadijs. Welkom in het land van Sven Tybolt. Welkom in dit feestpaleis. Welkom in het land van Sven Tybolt. Als ik dan dat in zijn totaliteit terugzie, vind ik het wel plezant eigenlijk. Dat was wel, dat ging wel vooruit. Dat werd wel bewogen en verbazend goed vooruit. Ongedwongen, ja, wel plezant. Ja, tof sfeerken op podium.